Ik dank alle collega's van de meerderheid voor de schitterende tussenkomsten. Maar ik zal toch collega's nog een paar cijfertjes geven. Weet u, collega Van den Broeke, hoeveel wij jaarlijks investeren in onderwijs in Vlaanderen? 11,2 miljard euro. Miljard euro. Dat is de grootste uitgavenpost van de Vlaamse overheid. En dan durft u hier op het podium komen zeggen dat dit een ontwikkelingsland is. Het is een schande wat u zegt. Ten tweede. Ten tweede, collega Van den Broeke. Deze Vlaamse regering, en het is de allereerste, heeft extra middelen uitgetrokken om kleuters, anderstalige kleuters, financiering te geven. 5 miljoen euro vorig jaar. De federale regering heeft door de taxshift ook ruimte gegeven aan scholen. 5 tot 10 miljoen euro... Sorry, ik word... Oei. Schors even de vergadering.